Maar waarom is genetische modificatie nou eigenlijk nodig? Genetische modificatie is nodig om de aardappel definitief resistent te maken tegen Phytophthora. Maar wat is Phytophthora? Phytophthora is dé aardappelziekte. Het infecteert de aardappel, waardoor er schimmelinfecties ontstaan op de bladeren. Aan de rand van deze infecties groeien sporen die gebruikt worden om andere planten te infecteren. Sporen zijn kleine zaadjes die meegedragen worden door de wind. Hierdoor kan de infectie zich heel snel verspreiden. De ziekte gedijt het beste onder koude, natte omstandigheden in de zomer. Als dit weer een tijdje aanhoudt, dan kan er een enorme uitbraak plaatsvinden. De grootste uitbraak van Phytophthora ooit was in Ierland, 1845 tot 1850. Deze enorme uitbraak veroorzaakt een grote hongersnood, ook wel bekend als de Great Famine. Als de aardappel goed kan groeien zonder problemen met Phytophthora, dan hebben heel veel mensen in de wereld voedsel. Wij pretenderen niet dat als deze aardappel straks beschikbaar is, dat er dan sowieso voldoende voedsel op de wereld zal zijn. Dus dat die voedselzekerheid, dat dan geregeld is. Maar wij zeggen dat de aardappel, die resistent is tegen Phytophthora, wel in een hele belangrijke mate kan bijdragen aan die voedselzekerheid.